De echte Penosa-fans, de fans van de misdaadserie, die weten dat het een spannende dag is vandaag. Want vanavond begint het 5e seizoen op tv. En zo'n 100 fans in Deurne hadden geluk vanochtend. Uren voordat de rest van Nederland mocht kijken, zagen zij de eerste aflevering al. En ze waren niet alleen, want de hoofdrolspeelster Monique Hendricks keek met ze mee. Hendricks werd geboren in Stevensbeek, maar bracht haar jeugd door in Deurne. Ja, ik ben hier opgegroeid van mijn 7e tot mijn 17e. En ik heb hier een hele goede tijd gehad. En ik heb hier de liefde van mijn leven gevonden. En ja, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb wel, ja, ik ben wel verknocht aan Deurne.